Werk, de motor achter een sterke en ondernemende regio. Iedereen doet mee. Talent werkt voor Rivierenland. Mijn naam is Camille Oosterwaal, ik ben 54 jaar. Ik heb dit bedrijf Kok Milieu Opslagsystemen eerder dit jaar overgenomen. Omdat ik een goed geloof heb in de producten die dit bedrijf maakt. En een heel positief beeld heb van de markt waarin we deze producten afzetten. Ik ben Miranda Schouten, accountmanager bij Werkzaken Rivierenland. En in bijzonder aan het werk in West-Maas en Waal. Ik ondersteun werkgevers bij het zoeken naar passende kandidaten. Ja. Ik heb voor 3 verschillende functies voor deze werkgevers kandidaten gezocht. En de werkgever gaf aan dat het niet per se noodzakelijk was dat ze een diploma hadden, maar dat het belangrijk was dat zij heel gemotiveerd zijn. Dus ik heb bijvoorbeeld Matthijs gevonden voor de functie in de loods. Nou, ik heet Matthijs Narko en ik ben 39 jaar. De sfeer in het bedrijf, ja, is heel gemoedelijk. Iedereen loopt elkaar heel dag te pesten, dus zo hoort het ook. En te lachen en te zingen, dus ja, een hele goede sfeer, kan niet anders zijn. Ja, de lasten uiteraard, het lasten, daar wil ik wel mee doorgaan, want ik vind het onwijs leuk om te doen. En dan hoop ik over 2 jaar nog bij hetzelfde bedrijf te zitten, laat het daarop houden. Nou, ik ben Wayne tegengekomen tijdens een werkgesprek. Daar gaan talenten in gesprek met werkgevers. En aan mijn tafel zat heel toevallig Wayne. En die vertelde over zijn achtergrond, zijn vaardigheden, zijn passie. En ik dacht toevallig aan de vacature bij Kok Milieu. En ik heb hem daar voorgesteld. En hij is daar nu met heel veel plezier aan het werk. Mijn naam is Wayne Benoit. Ik ben 47 jaar. Canada geboren. Op zeer jonge leeftijd hier in Nederland terechtgekomen. En ik doe hier een stuk werkvoorbereiding, tekeningen maken, calculeren, offertes maken, verkoop, wat alles wat daarbij komt kijken. Ik was op een meeting van Werkzaken en moest een presentatie geven. En er zat Miranda Schouten en die had mijn verhaal aangehoord en zelf ook even wilde blijven wachten na de meeting. En toen vertelde ze dat ze ja, eigenlijk de perfecte plek voor mij gevonden had. En dat was hier. Ik ben eigenlijk nooit op deze manier op zoek geweest naar personeel. Maar ik moet zeggen dat het is wat dat betreft voor mij nieuw. Maar ik vind het wel een eye-opener voor mij. Want je komt toch in aanraking met mensen waar je normaal gesproken niet aan gedacht zou hebben.